Deze machine kent iedereen. Je weet wel, zo'n grote witte kast met een rond raampje erin. Pascal, wat is dit? In eerste instantie zou ik denken een wasmachine. Oké, nog even een keer goed kijken, jongens. Of een droger. Je hebt ze in alle soorten maten, maar dit is een wasdroger. Een wasmachine, wasdroger, zo zou je wel noemen. Even het verschil tussen een wasmachine, dat is met water en dan gaat die centrifugeren, dan is het een beetje droog. Ja, een wasdroger. Jij zei een wasdroger. Dit is een wasdroger. Ja, wat is dat dan? Oké, Tom, even voor de duidelijkheid. Een wasmachine is om kleding te wassen en een wasdroger om kleding te drogen. En wat mag je nooit in een wasdroger stoppen? Stop geen licht ontvlambare kleding in de wasdroger. Dus benzine en al dat soort dingen. Ja, of als je bijvoorbeeld eens een keer gewerkt hebt en geschilderd en je hebt wasbenzine nog aan je kleren. Oh ja. Dat mag er dan zeker niet in. Maar wat als je het toch doet? Wat gebeurt er als zo'n droger in aanraking komt met brandbare vloeistoffen zoals wasbenzine? Kijk, dit is natuurlijk een beetje overdreven, maar het verdampt ook heel erg snel. Dus uiteindelijk kan je dit denk ik wel vergelijken met iemand die gewoon een flinke dag is bezig geweest met schilderen. Een schilder. En aan het eind van de rit heeft hij gewoon even de handen... Ja, een schilder. zo heet het. Oké, dit mag de wasdroger in. We zetten de wasdroger op de hoogste temperatuur. Weg wezen, jongens. Oh. Maar vergeet niet, doe dit thuis nooit. Misschien wordt het gewoon echt droog als ze het eruit halen. Nou, dat kan. Inmiddels is de temperatuur al opgelopen tot zo'n 50 graden. We staan nu even te wachten, jongens. Ja. Er gebeurt helemaal niks. Te lang. De droger staat aan, die is echt al op temperatuur nu. Niks aan de hand. Dus tot nu toe klopt die handleiding voor geen meter. Nee. Overal waar elektriciteit wordt gebruikt kan een kortsluiting ontstaan. Het kleinste vonkje kan dan enorme gevolgen hebben. Zeker als er brandbare vloeistoffen in het droger terechtgekomen zijn. We laten zien wat er dan gebeurt. Bij kortsluiting krijg je altijd wat vonkjes. En als je vonkjes krijgt, dan heb je wel de temperatuur die nodig is om vuur te krijgen. We worden nu kortsluiting creëren. Nou, hier ligt een draad, kijk maar. Die loopt naar de wasdroger toe. Als ik deze batterij hierop aansluit, dan krijg je daar dus een kleine kortsluiting. Dat is het vonkje. Nou ja, goed, als die dan nog niks doet, dan weten we zeker dat de handleiding niet klopt. Ja. Als hij wel wat doet, nou ja, dan gaan we het volgens mij ook echt meemaken. Ja, ik verwacht wel dat er nu echt een vuurtje gaat komen. Dit is dus een eenvoudige kortsluiting, een klein vonkje. En dat kleine vonkje zorgde ervoor dat de wasdroger in één klap gewoon aan elkaar spatte. Oeh, niet normaal, hè? Nou, erger dan ik had verwacht eigenlijk. Harder dan je had verwacht. Ook, hè? Ja. En daarom staat de waarschuwing en niet voor niets. Geen brandbare vloeistoffen in de droger. Dit is waarom niet.